Ik dacht, en ik gok zo dat jij dat ook wel lekker vindt, om samen sushi te maken. Ja? Oh, dat wilde ik echt al een keer doen. Ja, nou, dat gaan we doen. Heb je dat ooit een keer gedaan? Ja, ja. Oh, ik niet. Ik ben wel, dat zeg ik nu alvast een beetje tegen je. Je hebt zeg maar love languages, toch? Zeg maar liefdestalen. Ja. En mijn liefdestaal is wel gewoon fysiek contact, zeg maar. Oké. Okay. Als ik te veel zo doe bij je, dan moet je zeggen. Ja, is goed hoor. Top. Geef de grens wel aan. Is goed, helemaal goed. Sushi, kut. Oké, okay, zalm hou je van? Ja. Top. Wat drink je bij het eten? Ik hou ook wel van rode wijn. Oh, echt? Ja. Ja, ik wil dat dus wel leren drinken, want ik vind dat gewoon chic staan. Merlot, echt lekker. Oké, okay, dan drink ik het vanavond. Ga ik opschrijven. Dat is dan voor vanavond? Mm-hmm. Oké. Okay. Ik vind het wel een beetje leuk. Ja. Ja? Kom het niet zo over? Nou, ik weet niet. Ik ben gewoon... ik lach niet de hele dag door of zo. Nee. Nee, dat heb ik niet. Ja. Vind je dat lastig, hè? Ja, wat? Als ik je lang aankijk, vind je dat lastig? Ja. Ja? Ik kan sowieso iemand echt niet aankijken. Nee? Nee, ik vind dat echt moeilijk. Daarom kijk ik er zo om me heen. Ik kan dat echt niet. Next. Zou ik het doen? Doe jij het maar. Hoe sta jij tegenover zoenen op de eerste date? Ja, ik denk als je het gewoon heel erg gezellig hebt, dan moet dat gewoon kunnen, toch? Ook op de eerste date? Een kus moet toch kunnen? Ik denk dat ik dat niet zo snel zou doen. Ja, als je dan gewoon een hele leuke tijd hebt gehad, dan geef ik je aan het eind van de avond gewoon een kus, hoor. Hoeft niet per se helemaal volle bak tongzoen of zo, maar gewoon een kus, ja. Ik vind het geen probleem. Oké. Okay. Zouden we daar iets anders in, denk ik? Maar dat maakt helemaal niet uit. Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel goed om te weten, hè? Ja. Denk ik. Zeker. Ja, ik zal oppassen, hoor. Nee, ik zal me inhouden. Sushi time. Alleen dit moet je toch eerst bakken? Nee, joh. Sushi is rauw, hè? Ja, maar dit... Nee. Dit moet ik thuis altijd gewoon koken, hoor. Bakken. Dus we hebben een of andere gekke ziekte. Nee, joh, gek. Wil het bakken? Durf het niet zo te eten. Ah, joh. Kan je zalm rauw eten? Hij kookt over. Oké, dus wat gaan we doen met die zalm dan? Bakken. Hoppa, chef, good. Gaat die rijst goed? Boy, joh, dit is echt drama, dit. Ik ging jou leren, hè? Nou, proost. Nou, zie je dat ik denk, oh. Nee? Oké, Je moet de rijst af laten koelen. Wel. Wat is dit een drama, zeg. Jongen.